Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is hoe je deze radiator kan aftappen. In dit geval is het super eenvoudig. We hebben hier een radiatorknop, een voetventiel, een aftapper en dus een ontluchter. Wat je doet, je draait de radiatorkraan dicht, het voetventiel draai je dicht, slang op de aftapper, aftapper zet je open, ontluchter open. En dan loopt heel langzaam het water uit de radiator. Kan je hem van de muur afhalen. Kan je schilderen, behangen en daarna plaats je hem weer terug. Voetventiel mag je alleen dichtdraaien als je dus de radiator eraf wil halen. Een voetventiel is dus niet geschikt om het systeem waterzijdig in te regelen. Want het vuil gaat dus onderin de radiator zitten. Dus op het moment dat jij hier het voetventiel gebruikt om het systeem waterzijdig in te regelen, dan gaat hij verstopt zitten. Dus voetventiel alleen gebruiken als je dus de radiator van de muur wil halen en het systeem niet helemaal af wil tappen. Nou, je draait dus het dopje van het voetventiel eraf. Soms komt hier iets water uit, dus hou er altijd een doekje onder. Blijft hij nou lekken als je klaar bent, doe je hier over het schroefdraad wat tape. Of je doet in het dopje een rubbertje. En als je hem dan terugdraait, dan sluit je hem af. Nou, dan pak je een inbussleutel. Soms is het een schroevendraaier, soms een grote inbussleutel, of soms een kleine inbussleutel. Dat ligt aan het merk voetventiel. En dan draai je hem dicht. En nu staat hij dicht. Nou, als je dan het voetventiel hebt dichtgedraaid, dan pak je de vulslang. Soms heb je hier een vulaftapkraan zitten. Dan heb je hier een koppeling nodig die hierop past. Dan draai je de kraan open en dan loopt de radiator leeg. Maar in dit geval hebben we een draaibare aftapper zitten. En dan pak je een stuk slang en die duw je er overheen. Soms gaat het een beetje lastig. En dan kan je met een ontluchtingssleutel deze opendraaien. Soms zit hij verstopt en komt er geen water uit. Zet je er een bakje onder en dan draai je heel voorzichtig de aftapper los en dan zet je er een nieuwe op. Hetzelfde als die hier lekt. Hierboven zet je de ontluchter open en dan loopt dus langzaam de radiator leeg. Nou, als al het water uit de radiator is gelopen, dan moet je deze koppeling losdraaien. Je moet de kraan laten zitten. Als je deze koppeling loshaalt, dan kan je de radiator in dit geval naar rechts toe schuiven en dan komt hier ruimte vrij. En dan haal je hier de beugeltjes los en dan kan je de radiator van de muur afhalen. Dus dan pak je een bako, een steeksleutel zet je daarop en die duw je naar beneden zodat hij losgaat. En dat geldt precies hetzelfde voor het voetventiel. Nou, voetventiel werkt precies hetzelfde. Daar zet je je bako op. En deze koppeling moet je losdraaien. Bako of steeksleutel, draai hem los. Hier kan ook weer het water uitkomen. Dus altijd een doek eronder of een bakje. Nou, is de radiator leeg? Dan draai je de aftapper weer dicht. Dan draai je de ontluchter dicht. Dan draai ik altijd de aftapper naar boven, zodat er geen restwater nog op de vloer kan lopen. Dan haal je dus de radiator van de muur af. Dan kan je gelijk kijken van, joh, is het misschien verstandig om gelijk radiatorfolie te plaatsen. Ik heb in dit geval gekozen om dus radiatorfolie op de muur te plaatsen. Dan heb je hier tussen nog wat extra convectie. En ik heb ze dus hier, even kijken, achter de beugels geklemd. Dan blijft dat netjes vastzitten. En hier een klein druppeltje kit. En dan komt hij helemaal niet van de muur af. Nou, en zo simpel is het dus om deze radiator af te tappen. Nou, bedankt voor het kijken. Even een duim omhoog en dan zie je mij de volgende keer.